Dames en heren, goedenavond. U kijkt naar een live uitzending op Facebook van Altena TV. Het is vandaag dinsdag 8 oktober, even voor 9 uur. En een hele bijzondere avond, want vanavond wordt hier in het gemeentehuis van de gemeente Altena de voorgedragen kandidaat burgemeester bekendgemaakt. Dat gebeurt in een raadsvergadering die op het punt staat van beginnen. En wij zenden deze benoeming live uit, dus u kunt daar bij aanwezig zijn, live getuige van zijn. Zo dadelijk neemt burgemeester Frenzel, de waarnemend burgemeester nu nog van de gemeente Altena, het woord. Om vervolgens het woord te geven aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Dat is de heer Theo Meiboom. En hij licht toe wie de kandidaat is en waarom er gekozen is voor die kandidaat. En of dat een man of een vrouw is, dat zullen we snel weten. U kijkt naar Altena TV en de vergadering staat op het punt van beginnen. Heren, voorafgaande aan onze vergadering vragen wij u om uw zegen over onze werkzaamheden. Geef ons besef van onze afhankelijkheid van u bij al onze overleggen en besluiten. Geef ons kennis en inzicht opdat wij in staat zijn onze taak juist te vervullen en de belangen van de gemeente Altena te behartigen. Wij vragen u dit om Jezus wil. Amen. Goedenavond, dames en heren, raadsleden, wethouders, publiek, media, overige belangstellenden, een hele bijzonder welkom, maar ook een hele bijzondere avond. Er is om 19:30 een besloten raadsvergadering geweest en er is nu een openbare raadsvergadering die ik zojuist heb geopend. We hebben maar één agendapunt en dat is de openbaarmaking van het raadsbesluit voor wat betreft de aanbeveling aan omtrent de burgemeester van Altena, aan de minister en aan de commissaris van de Koning. De heer Meiboom, u wel bekend, was de voorzitter van de vertrouwenscommissie. En hij zal het besluit betreffende de aanbeveling van de burgemeester van Altena openbaar maken. En ik wil hem daar graag het woord voor geven. Hij zal ook een publieke verantwoording afleggen over het doorlopen proces om te komen tot de aanbeveling. Meneer Meiboom, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter. Wethouders, leden van de raad en niet in de laatste plaats ook de geachte aanwezigen hier op de publieke tribune of op een andere plaats meekijkend of meeluisterend. Eindelijk is het al zover. Straks mag ik u de naam bekendmaken van de persoon die door de gemeenteraad van Altena zal worden aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de eerste kroonbenoemde burgemeester van onze mooie nieuwe gemeente, de gemeente Altena. Welke na een intensief fusieproces op 1 januari jongstleden is ontstaan uit de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Burgemeester Frenzel heeft sindsdien als waarnemer op verzoek van de commissaris van de Koning, de heer Van der Donk, op een voortreffelijke, energieke wijze het burgemeestersambt uitgevoerd. En burgemeester, dat mag u voorlopig ook nog wel even blijven doen. Maar ik vraag nu nog even uw geduld. Ik wil u eerst op hoofdlijnen nog deelgenoot maken van het intensieve proces wat tot deze aanbeveling heeft geleid. De gemeenteraad heeft in de periode april en mei 2019 een interactief proces doorlopen om te komen tot een gedragen profielschets. De gemeenteraad heeft zich met onmisbare steun van de Griffie maximaal ingespannen om de inwoners van Altena, de ouderen, maar ook nadrukkelijk de jongeren te betrekken bij het opstellen van deze profielschets. En met de titel gezocht, een burgemeester voor de Altena
die midden in de gemeenschap staat, hebben de leden van de raad straatgesprekken gevoerd met inwoners, maar ook gesproken met stakeholders en de middelbare school bezocht om leerlingen te bevragen wat zij belangrijke eigenschappen vinden van de nieuwe burgemeester. En ook is de jongerenraad om advies gevraagd. En hun brief met aanbevelingen is integraal opgenomen in de definitieve profielschets. De vastgestelde profielschets die is op 28 mei jongstleden overhandigd aan commissaris van de Koning, de heer Van der Donk. Op dezelfde datum, dus 28 mei 2019, is bij raadsbesluit de vertrouwenscommissie ingesteld. Die bestaat uit mevrouw Van der Tol en de heren Paans, Den Haan, Van der Hoeven, De Waal en Bouwman en ondergetekende als voorzitter. En als adviseur werd aangesteld wethouder Van Oosten en als ambtelijke ondersteuners en adviseurs de secretaris mevrouw A. van der Werf en griffier Hans Peet. De vertrouwenscommissie heeft ervoor gekozen om na het gesprek met de CDK, de commissaris van de Koning dus, en de briefselectie op 19 september een relatief compact proces te doorlopen. Dat was een bewuste keuze om de kans te minimaliseren dat geheime informatie openbaar zou worden. In het proces van voorbereiding hebben wij ons bij laten staan door een externe begeleider. Het compacte karakter van het proces maakte ook dat het enorm intensief was voor de vertrouwenscommissie. Ik kan u verklappen dat als u op verre locaties één of meer dagen met elkaar wordt opgesloten, tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar met als bijzondere opdracht strikte geheimhouding, ook voor je partner, voor je naaste, dit ontegenzeggelijk iets doet met je. En het deed ook iets met de commissie. De saamhorigheid binnen de commissie die was erg groot. En de commissie heeft haar werk in goede sfeer en met respect voor elkaars mening uit kunnen voeren. De commissie voelde zich verantwoordelijk voor haar zware taak in het voeren van de selectiegesprekken. Zorgvuldigheid stond voorop. Maar er was gelukkig ook meer dan voldoende ruimte voor humor. En ik wil mijn mede-commissieleden hartelijk danken voor hun constructieve bijdrage in dit hele proces. En een bijzonder woord van dank aan onze griffier, die achter de schermen, ook in de volledige beslotenheid, ontzaglijk veel voorbereidend werk heeft verricht. Hartelijk dank. De eerste gespreksronde heeft plaatsgevonden op 26 en 27 september jongstleden. En die eerder, na een briefselectie die eerder was afgestemd met de commissaris van de Koning. De tweede gespreksronde die vond plaats op 1 oktober, jongstleden. Het lijkt of dat er alweer een, ik weet niet wat er nou gebeurd is, maar het is maar heel even geleden, met enkele overgebleven kandidaten. De gesprekken kenden een uniforme opzet. Aan de hand van een aantal pijlers uit de profielschets werd intensief met de kandidaten gesproken om tenslotte te komen tot de kandidaat die naar de mening van de vertrouwenscommissie het beste past bij het profiel zoals dat eerder is vastgesteld. Geachte aanwezigen, ik wil u niet langer in het ongewisse laten. Met gepaste trots en met heel veel genoegen beveelt de gemeenteraad van Altena de heer Dr. Anders E.B.A. Lichtenberg overtuigend aan als burgemeester van Altena bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in de heer Lichtenberg de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, authentiek, herkenbaar, stressbestendig, boven de partijen staand, verbindend en omgevingsbewust. Hij heeft naar het oordeel van de raad oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samenwerken en heeft de potentie om als spelverdeler anderen de ruimte te geven. Ten slotte, en dat is niet het minst belangrijke, heeft hij een heldere visie op de gewenste ontwikkeling van Altena, zoals die al is ingezet in het fusieproces. De heer Lichtenberg is 52 jaar oud, woonachtig in Papendrecht, gehuwd en lid van het CDA. In het dagelijks leven is hij algemeen directeur van Mid-Zuid, het sociaal werkbedrijf van de 4 gemeenten in de regio Dongemond, waaronder dus ook Altena, de gemeente Altena. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht. De heer Lichtenberg is door mij namens de commissie en namens de raad op de hoogte gesteld van zijn voordracht en hij is ook onderweg naar het gemeentehuis samen met zijn echtgenote. Wellicht is er straks en anders op een later tijdstip gelegenheid voor u om hem de hand te drukken en met hem het glas te heffen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Meiboom, voor deze vreugdevolle boodschap die u namens de hele gemeenteraad van Altena luid en duidelijk zowel proces als kandidaat heeft gemeld. U heeft het gehoord, de heer Meiboom meldt dat de voorgedragen kandidaat onderweg is hier naartoe. Het is nu 7:07. Nou, wij kunnen ons weer vervoegen in de ruimte waar ongetwijfeld de drank klaarstaat. En in afwachting van de komst van de nieuwe burgemeester wil ik u vragen die kant op te gaan. De vergadering is gesloten. Een 52-jarige burgemeester dus, algemeen directeur van Mid-Zuid, fractievoorzitter in Papendrecht voor het CDA. Dat wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Altena. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd welke pijlers uit de profielschets zo intensief bevraagd werden aan hem, zoals de heer Meiboom zojuist heeft toegelicht. En dat zullen we zeker ook gaan vragen, als mede een reactie van de heer Lichtenberg, die dus onderweg is naar de gemeente Altena, hier in het gemeentehuis. En een uitgebreide reportage daarvan ziet u later terug op Altena TV. Deze live-uitzending komt ten einde en wij brengen u later op de hoogte van de reacties hier vanuit het gemeentehuis.